allemaal en welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Zoals jullie misschien kunnen horen aan mijn stem ben ik vandaag een beetje ziek. Super kut, maar niks aan te doen natuurlijk. Ik bedoel, het is ook de tijd van het jaar. Maar daarom heb ik nog wel steeds een superleuke nieuwe video voor jullie vandaag klaarstaan. Want we kennen namelijk allemaal het probleem dat we gewoon niet weten wat we 's avonds op Netflix willen bekijken. Dus bij deze heb ik een top 10 lijst met verschillende series die je kunt kijken op Netflix. En die gewoon superleuk zijn en binge-waardig en wat mijn persoonlijke favorieten zijn. Nou, laten we er niet omheen draaien en laten we gelijk beginnen met nummer 1. Jullie hebben waarschijnlijk allemaal al van deze serie gehoord, maar hij is echt de moeite waard, namelijk Squid Games. Squid Games gaat voornamelijk over een groep arme mensen die worden uitgenodigd om mee te doen met dit grote game-show-achtig iets. Om vervolgens een heel groot geldbedrag te winnen. Maar wat ze dus niet van tevoren weten is dat ze dus terechtkomen in een strijd tussen leven en dood. En hij is super spannend en er kan maar één winnaar zijn. Maar de spanning zit er goed in, dus het is zeker 10 out of 10 recommend. Op nummer 2 heb ik Alice in Borderland. Dus mocht je Squid Games al gezien hebben en zoek je eigenlijk iets een beetje in die science fiction fantasy trend, dan zou ik zeker gaan overwegen om Alice in Borderland te kijken. En ik vind eigenlijk dat hij gewoon veel te underrated is en er wordt veel te weinig over gesproken. Alice in Borderland is dus basically een serie over een jongen met twee vrienden die gaat wegrennen van de politie en op een gegeven moment terechtkomt in de wc om daar te verstoppen. Wordt dan super hard op de deur geklopt en opeens is het geluid helemaal weg. En als ze dan uit de wc komen om te gaan checken wat er aan de hand is, merken ze dus dat eigenlijk gewoon iedereen opeens is verdwenen. Vervolgens, als ze een beetje op zoek gaan, verschijnt er op een groot scherm dat ze meedoen basically aan een game en ontmoet ze ook andere mensen die in dat land terecht zijn gekomen. Maar ook deze games gaan over leven en dood. Of elk spel is gekoppeld aan een spelerskaart, dus harte 10, harte 7, ruiten 7, weet je, allemaal dat soort dingen. En de nummer is de moeilijkheidsgraad en de symbolen staan voor verschillende thema's. Dus harten is bijvoorbeeld verraad, dus dan moet je vrienden verraden, dat soort dingen. Super spannend! Ik heb echt seizoen 1 en seizoen 2, nou ik denk in nog geen 3 dagen uitgekeken. Het is zo'n goede serie. Dan gaan we over naar nummer 3, You. Nou, hier heb je misschien ook al wel van gehoord. En hij is de hype waard. De hype om deze serie is het waard. Deze serie gaat dus over Joe. En Joe is basically dus een stalker. En die wordt verliefd op een meid. En zorgt er eigenlijk voor dat niks die meid kwaad kan doen en dat hij altijd in de buurt van die meid is, maar die meid weet dat dus niet. Dus eigenlijk is het gewoon super creepy. Maar op een of andere manier heeft Netflix het zo neergezet dat je toch nog wel een beetje empathie en medelijden gaat krijgen voor de stalker eigenlijk. Wat gewoon absurd is, want die stalker is gewoon een bitch. Vandaar. Op nummer 4 heb ik de serie Heartstopper. Heartstopper gaat namelijk over een homoseksuele jongen. En die jongen komt dus eigenlijk een voor de oog looking hetero jongen tegen en wordt daar verliefd op. En het is zo zoetsappig. Het speelt zich af op een middelbare school in Engeland. En oh, ik weet niet, maar ik had gewoon, moest elke keer het traantje wegpinken. Dus deze zou ik ook zeker aanbevelen. Serie 5, Inventing Anna. En Inventing Anna is een serie gebaseerd op een waargebeurd verhaal over een jonge vrouw die eigenlijk iedereen oplicht. Maar ze doet dat dus op zo'n een of andere rare, slimme manier. Dat je gewoon denkt van, hoe kunnen mensen hier intrappen? En hoe krijgen ze toch elke keer voor elkaar om dure dingen te kopen terwijl ze helemaal geen geld heeft? Dus zeker ook de moeite waard en heb ook die serie in één avond uitgekeken. Dan komen we bij serie 6 en dat is Ginny en Georgia. En ook dit is weer een typische drama tussen een jonge moeder en haar dochter en zoon. Maar voornamelijk eigenlijk over de dochter. En zij hebben eigenlijk een haat-liefde verhouding. En die moeder is dus gewoon eigenlijk zo'n erg bad bitch. Dat die dochter die kan dat soms niet handelen. Want ja, dat is natuurlijk een puberdochter. En deze hele serie gaat dus eigenlijk over de relatie tussen de moeder en de dochter. Alleen er zitten dus wat duistere kantjes aan die moeder. En dat maakt het ook zo leuk en interessant. Want ze worden dus telkens niet gepakt op een of andere rare manier. Ik zou zeker aanbevelen, vooral als je ook gewoon een goede band hebt met je moeder. Wat ik heb. Nummer 7 is The Serpent. The Serpent is weer een story gebaseerd op een waargebeurd verhaal. En ook deze is zeker de moeite waard. Dit verhaal speelt zich af in Thailand. En het gaat over een Franse crimineel die mensen kidnapt, gijzelt en besteelt en vermoordt. En ik vond het heel erg interessant, want ik hou wel van die real life misdaad drama's.
Als je echt van die criminele series houdt, zou ik deze zeker aanbevelen. Het heeft een beetje Jeffrey Dahmer vibes, al zeg ik het zelf. Dan heb ik op nummer 8 Sex Education. Ik weet niet of jullie die ooit al hebben gezien of gehoord, maar deze serie is echt zo leuk en grappig. En het gaat over een jongen, de moeder, en die moeder die is een sekscoach. Die jongen die heeft dus helemaal nul ervaring op het gebied van seks. Dan zwaai je niet toch. Maakt niet uit. Wat heel grappig is, want op het moment dat hij op school een persoon advies geeft over seks, geeft hij dus best wel goed advies. En komen allemaal mensen naar hem toe, in de wc-hokje zeg maar, om hem seksadvies te vragen. En betalen hem daarvoor. En wat dus grappig is, want ja, uiteindelijk natuurlijk komt iedereen erachter en dat soort dingen. Ja, het is echt een drama, maar echt comedy, dus ik zal deze ook zeker aanbevelen. Dan heb ik op nummer 9, Do Revenge. Dit is ook een high school drama in Amerika. Maar je denkt, oh, typische high school drama. Maar dat is het niet. Nee, op het einde zit er een huge ass plot twist waarvan ik echt dacht van, wow, dit zag ik echt letterlijk nooit aankomen. Het gaat dus over een meisje die super populair is, maar haar populariteit wordt opeens uit elkaar gesplat omdat een sekstape van haar lekt. En zij is dus eigenlijk super erg uit op wraak, vandaar ook de titel Do Revenge. En ze krijgt daarbij hulp van een ander niet zo populair meisje en ze plannen dus een hele wraakactie uit, zeg maar. Ik ga niks spoilen, maar de plot is insane. Dus het is echt leuk. 10 out of 10 recommend. En last but not least is Heartbreak High. Dit is een remake van een Australische teenage serie. En gaat dus ook, net zoals Do Revenge, over een super populair meisje. Die bevriend is met een ander populair meisje. En ze hebben samen een hele grote seksmap op de muur in de hallway, zeg maar, gemaakt. Over elk klasgenootje, iedereen op school die seks heeft gehad met die en die dit heeft gedaan. En uiteindelijk komen al die mensen er dus achter dat die map daar is. En krijgt eigenlijk één van die twee meisjes heel erg de schuld. En iedereen haat haar. En dat andere meisje wil eigenlijk niks meer met haar te maken hebben. Deze hele serie is best wel educational. Want er komen heel veel sociale aspecten naar voren. Zoals queer zijn. Problemen hebben met ouders die je niet volledig accepteren. Populariteit. En daarnaast is het ook gewoon comedy en leuk om naar te kijken, zeg maar. Dus het is niet heel snel zwaar beladen voelt, zeg maar. Dus dat maakt deze serie ook gewoon leuk om naar te kijken, educatief en alles eromheen, zeg maar. Dus ik zou ook deze super erg aanbevelen. Nou, en dit was dus alweer de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Zorg er wel voor dat je nu na deze tips niet meer alleen voor je tv zit en niet meer van de bank afkomt of uit je bed komt. Want je moet ook lekker fris luchtje halen buiten en niet alleen kijken. Maar ik zal het wel begrijpen als je dat wel zou doen. Dus, maar vergeet zeker niet te abonneren en tot volgende week. Blah, blah, blah.